Op basisschool De Vlieger werd flink getekend donderdagochtend. En dit voor een soepkom. Nou, enkele maanden geleden zijn wij begonnen met een project, het Doebudget. Een project dat vanuit de provincie is geborgd en vanuit Area. Wij zijn een onderzoek begonnen met huurders of dat het prettig wonen was in Volkel. En dat is gebleken gelukkig. Met de caravan, hè, waren jullie er toen? Wij hadden die ludieke caravan die op enkele plekken in Volkel heeft gestaan. En wij hebben daar het onderzoek gedaan. En daar is in ieder geval uit voortgekomen dat het prettig wonen was in Volkel. En we hebben toen bedacht, misschien is het leuk om voor nieuwe inwoners een kom te bedenken. En we willen de kinderen vragen of dat zij daar een leuke versiering voor kunnen bedenken. Die willen we gaan gebruiken. En we zijn dus nu hier op de basisschool De Vlieger in Volkel en vragen alle kinderen om een mooie tekening te maken. En kijken wat we daarvoor kunnen gebruiken om op die kom te plaatsen. Mijn naam is Willeke. Ik woon in 's-Hertogenbosch. Maar ik ben sinds een paar maandjes ook regelmatig op bezoek in jullie mooie dorp. En dit is Henny. Henny woont hier in Volkel en jullie ook allemaal, volgens mij. Hoe is het om in Volkel te wonen? Leuk. Heel leuk. Waar kom jij vandaan? Waar ben jij geboren? Ook uit 's-Hertogenbosch. Ja? Ja. Hoe oud was je toen je hier naartoe kwam? 8 of 9. Oh, en hoe vond je dat? Vond je dat spannend of leuk? Heel spannend. Heel spannend, ja. Maar daarna begon ik het wel leuk te vinden. En wat maakte dat je het leuk begon te vinden? Ja, eigenlijk een beetje alles bij elkaar. Tijdens het reactorprogramma over een week, dan kunt u de uitgebreide reportage zien van de kinderen op de school De Vlieger. En natuurlijk het verhaal van de soepkom. Oké, nog even zwaaien dan. Jee! Yeah.